Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Robbe en in deze video ga ik jullie tonen hoe je je coördinaten kan aanzetten op Minecraft Bedrock. Want ja, dat is natuurlijk heel, heel erg handig. Hoe zet je ze aan? Op Minecraft Bedrock wat je gewoon doet is op phone ga je gewoon naar hier naar die twee puntjes en naar settings. Je moet altijd naar settings gaan en op phone ga je zo op die manier naar settings. Stel je bent op Playstation controller. Ik ben nu op Playstation controller. Dan druk je op je options tab. En dan kan je zo ook naar settings gaan. Als je op de pc versie bent van Minecraft Bedrock. Ja sorry. Ik weet niet hoe je dan naar je options moet gaan. Maar normaal gezien zal jij het wel zelf weten. Als je pc speelt. Maar oké. Okay, dus dan als je bij je uh, settings bent. Moet je zorgen dat je bij world settings bij game zit. Dus niet bij multiplayer. Bij game. Dan ga je gewoon naar beneden scrollen. Totdat je ziet hier show coordinates. Of coördinaten tonen. Dan zet je dat aan. Dan exit je uw menu. En dan voila. Linksboven staan uw coördinaten. Dus ja, mensen, als jullie deze video helpvol vonden, vergeet dan zeker geen like te geven. Daarmee zou je mij heel erg uithelpen met YouTube algoritmen en zo. Want als een video meer likes heeft, gaat YouTube die meer pushen en blablabla. Bla bla. En uh, abonneer op mijn kanaal, want dan blijf je op de hoogte als ik een nieuwe video upload. Dus ik zie jullie later. Dag.